Welkom in Hongkong. Een druk bezochte, rijke stad met torenhoge gebouwen en een populatie van 7,4 miljoen. Ondanks dat de stad de laatste tijd veel in het nieuws is om politieke redenen, nemen we een stapje dieper in het persoonlijke leven van de inwoners. Wat gaat er om binnen de muren van deze wolkenkrabbers? En hoe gaan de armen om met de steeds hoger kruipende landprijzen? De beelden die je hier ziet zijn geselecteerd uit meerdere documentaires die het leven van een handjevol inwoners vastlegt. Een gemiddelde woning in Hongkong is ongeveer even groot als die van een doodnormale parkeerplaats. Sloppen zijn er bijna niet, maar 30% van de totale populatie woont nog kleiner of deelt deze ruimte met meerdere personen. Dit gaat van een opgedeelde flat tot opgestapelde kooien in een appartement. Het onderhoud van deze woning is achterstallig, maar de bewoners durven het vaak niet aan om de wil voor verandering aan te kaarten bij hun huurbazen. Geloof het of niet, maar deze woningen kosten ongeveer 200 euro in de maand aan huur. Met minimale opslagruimte is de zoektocht naar efficiëntie gestart. Wat wordt van essentie en wat kan worden weggelaten? Is er nog een lijn tussen privé en gedeeld bezit? En zijn deze mensen gelukkig? De levensstijl van deze mensen is nagebootst in een kraam, geplaatst op de Tilburgse spoorzone. Beleef voor een paar minuten de dagelijkse routine van de inwoners van deze kooienwoningen. Leer over hun problemen en de obstakels die ze steeds opnieuw weer overkomen.